eindelijk duidelijkheid over de A15. De snelweg mag toch worden doorgetrokken naar de A12. Het is echt een einduitspraak over de wegproject via A15. En kort en goed, groen licht voor de weg. En verder in het nieuws vandaag. Pakketwagen brandt uit op Maas- en Waalweg. En Kinderboekenweek van start met voorleessessie van burgemeester. De A15 bij Bemmel kan worden doorgetrokken naar de A12. De Raad van State heeft vanochtend bekendgemaakt dat de plannen door kunnen gaan. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange discussie. Nou, het is vandaag een belangrijke dag, want het is echt een einduitspraak over de wegproject via A15. En kort en goed, groen licht voor de weg. Er wordt al tientallen jaren gesproken over het doortrekken van de snelweg en het verbreden van de A12. In 2011 werd dit plan officieel, maar een snelle weg werd het niet. De Raad van State boog zich al meerdere keren over de plannen en elke keer moest er wat worden aangepast. Het ging vooral vaak over stikstof. Het ging hier over het zogenoemde extern solderen. En dat betekent eigenlijk dat de minister zes agrarische bedrijven heeft opgekocht en de stikstofwinst die daarmee geboekt wordt, eigenlijk wil inzetten voor dit project. Dat mag, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. En in maart van dit jaar was nog niet helemaal duidelijk of daaraan kon worden voldaan. Maar dat is vandaag toereikend gemotiveerd door de minister. Burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, laat in een persbericht het volgende weten. De uitspraak van de Raad van State is een opsteker voor de regio Arnhem-Nijmegen. Met de verbreding van de A12 en het doortrekken van de A15 tussen Bemmel en de A12 kunnen we de 60.000 woningen in de regio bouwen, zoals in de woondeal is afgesproken. Extra woningen leiden immers tot meer verkeer, terwijl de file-druk nu al hoger is dan ooit. We gaan nu snel met de minister, de provincie en Rijkswaterstaat in gesprek over hoe dit zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Ook vanuit gemeente Overbetuwe kwam een reactie. Verantwoordelijk wethouder Wijn te Hol laat weten: we zijn enorm blij met deze uitspraak. Na al die jaren van discussie is er nu eindelijk duidelijkheid. We zijn een groot voorstander van doortrekking van de A15. We zien dat sommige wegen vollopen, denk aan de pleiroute. Die belasting wordt met de bouw van duizenden woningen in de toekomst alleen maar groter. Een trailer vol pakketjes is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen. Dit gebeurde rond 4:00 's nachts op de Maas- en Waalweg ter hoogte van Beneden Leeuwen. De chauffeur gaf aan dat hij een brandlucht rook en direct besloot de trailer af te koppelen. Even later sloegen de vlammen eruit en was er een grote rookpluim zichtbaar. De brandweer heeft met gereedschap gaten in de wanden moeten maken om het vuur goed te kunnen blussen. En het muzikale evenement en wedstrijd NK Straatmuzikanten stopt ermee. Het evenement vond afgelopen juni nog plaats in de Dorpsstraat in Elst. De organisatie kampt met een tekort aan vrijwilligers en meldt dat het niet meer op te brengen is. Een opvallend besluit, want het NK Straatmuzikanten trok veel publiek en draaide met hulp van lokale sponsors een succesvol programma dat de laatste 3 jaar zelfs zonder gemeentelijke subsidie werd georganiseerd. Voor Jan Rauhorst, de voorzitter van Centrum Management Elst, kwam het nieuws als een teleurstelling. Voorzichtig laat hij weten te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een dergelijk evenement toch in stand te houden. Bij het CWZ in Nijmegen is men gestart met een Stoptober-loket. Het loket is bedoeld voor rokers en zo wordt geprobeerd om mensen zich bewust te maken van de negatieve gevolgen van roken. Hiervoor zijn een aantal leuke activiteiten bedacht, in de hoop op een nog effectievere Stoptobermaand. Stoptober is weer begonnen en dat betekent dat veel mensen hun sigaretten gaan inruilen voor gezondere gewoontes. Ziekenhuis CWZ in Nijmegen helpt deze stoppers en hebben een rookvrij loket bedacht om meer ondersteuning te bieden voor het stoppen met roken. Het is Stoptober, dat betekent dat iedereen vaak wil gaan stoppen met roken. En daarom is het rookvrij loket deze week gelanceerd. En eigenlijk willen we zowel verpleegkundigen als artsen als patiënten erop wijzen dat er een mogelijkheid is om mensen door te verwijzen naar stoppen met roken organisaties. Nou, als patiënten naar het rookvrij loket worden verwezen, dan wordt er binnen 3 dagen contact met ze opgenomen door onze coach. En dan wordt er gekeken van wat is nu de beste manier voor deze patiënt om te gaan stoppen met roken.
Daarnaast zijn er een aantal leuke activiteiten bedacht om mensen zich bewust te laten worden van de gevolgen van roken. We hebben een aantal leuke activiteiten om mensen hier naartoe te trekken. Eén daarvan is dat mensen hun sigaretten in kunnen leveren voor een knijpballetje. We hebben een rad wat ze kunnen draaien. En op het moment dat ze daaraan draaien, dan kunnen ze zien welke gezondheidsvoordelen het heeft om te stoppen met roken. En als laatste hebben we ook nog een bordje gemaakt. En op dat bordje staat eigenlijk wat is jouw eigen motivatie of inspiratie om te stoppen met roken. Er zijn allerlei verschillende redenen om te stoppen met roken. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je je bewust bent van de negatieve gevolgen van roken. Voor mijn gezondheid. Ik wil fitter worden. Heel mooi, ook mensen die zwanger willen worden. De kosten nemen steeds meer toe. Goede reden om te stoppen. Dus je merkt dat mensen heel veel diverse redenen hebben om te stoppen. Maar het belangrijkste met al is het stukje gezondheid en gezonder worden. Het is heel belangrijk om te stoppen met roken, omdat roken natuurlijk een aantal ziektes veroorzaakt. 700.000 Nederlanders worden ziek ten gevolge van roken. Maar niet alleen het ziek worden is belangrijk, maar ook als je ziek bent of bijvoorbeeld een operatie krijgt, dan als je dan rookt, herstel je gewoon minder goed van bijvoorbeeld een operatie. Heb je meer kans op complicaties, meer kans op dat je ook minder goed herstelt. Dus daarom is het ook heel belangrijk om te stoppen. De grootste uitdaging om te stoppen met roken is om daadwerkelijk te beginnen. De eerste stap is vaak het moeilijkst. En daarmee gaan wij dus de patiënten helpen om die eerste stap te zetten. Nou, ik ben natuurlijk sportarts en als sportarts stimuleren wij het bewegen. En bewegen is ook effectief gebleken als je wil stoppen met roken. Hoe meer je beweegt, hoe beter je kan stoppen. De 70ste Kinderboekenweek is vandaag van start gegaan. En wie kan het feest beter aftrappen dan burgemeester Bruls? Hij ging langs bij basisschool Montessori om de leerlingen een verhaal voor te lezen. Pietje laat hem achtjes rijden. Nu moet er nog kop. De Kinderboekenweek is niet alleen een hele leuke week, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het thema dit jaar is lekker eigenwijs, want het is voor kinderen belangrijk om een eigen mening te vormen en een eigen identiteit te ontwikkelen. Belangrijk. En eigenwijs is natuurlijk niet dat je alleen maar gaat afzetten om het afzetten tegen anderen, maar wel dat je gaat bepalen van hoe voel ik me lekker in het leven, waar sta ik voor, wat vind ik belangrijke dingen waar ik voor ga. Dat moet je leren, daar kun je bij geholpen worden. Het zijn allemaal eigen ikjes. We hebben er hier 230, 240 rondlopen met allemaal een eigen identiteit en daar moet zeker heel veel ruimte voor zijn. En dat is natuurlijk in combinatie met elkaar. Hoe doe je dat dan samen en met al die verschillende ikjes? Je eigen identiteit ontwikkelen dus, maar ook leren omgaan met elkaar. En dat is ontzettend belangrijk voor later. Net als op jonge leeftijd leren lezen. Volgens de burgemeester wordt nog altijd onderschat hoeveel laaggeletterden er zijn in Nederland. Dus wie niet kan lezen, die heeft het heel moeilijk in onze samenleving. En er zijn heel veel mensen die niet goed kunnen lezen. En dat begint natuurlijk van jongs af aan. Dus het is heel belangrijk om in zo'n week, maar eigenlijk alle dagen van het jaar, het lezen te helpen bevorderen. Je kunt veel meer kennis opdoen doordat je leest. Je kunt je denk ik ook veel beter inleven. Je kunt je inleven in verschillende rollen die er zijn in een boek. En doordat je met boeken zoveel terug kunt brengen naar kinderen. Aan kennis, aan informatie, aan creativiteit. Is dat gewoon ontzettend waardevol. Op deze school investeren ze daarom in een mooie collectie boeken. We hebben hier sinds een tijdje nu een bieb op school. En daarmee hebben we een sterke roulier. Lerende collectie en dat kinderen de leesmotivatie stijgt enorm. Dus het is wel ontzettend belangrijk om veel boeken in school te hebben, ook regelmatig te kunnen wisselen. Dat er ook veel variatie in boeken is, want de interesse zijn ook verschillend bij de kinderen. En hoe speciaal is het dat de burgemeester langskomt om voor te lezen? Ja, het gonsde gisteren enorm. Ze waren echt zenuwachtig voor de ontvangst van de burgemeester, maar ja, je hebt het net kunnen zien, het was fantastisch in de zaal dat ze dat ook echt kunnen meemaken. Nou, ik lees wel vaker voor klassen, maar ze letten beter op als ik het zo mag uitdrukken. Maar ze hebben ook soms hele verrassende vragen, dat blijkt ook wel. Dus ik vind het altijd een echte plezier om voor een klas te mogen lezen. En van de Kinderboekenweek is het maar een kleine stap naar Lotte van Winsen. De 10-jarige Lotte uit Ewijk wil later namelijk graag schrijfster worden. Toch is ze op dit moment nog met hele andere dingen bezig. Lotte is namelijk de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Beuningen. Dinsdagavond maakte ze kennis met de gemeenteraad en liet ze alvast weten wat haar speerpunten worden in het aankomende jaar. Ik ben Lotte en ik ben dit schooljaar de kinderburgemeester van de gemeente Beuningen.
Het is best even spannend als alle ogen op jou zijn gericht en je naast de grote burgemeester ineens jouw plannen kenbaar moet maken. Toch presenteert Lotte ze met trots. Ik had 3 punten en mijn eerste punt was meer groen op het schoolplein, want er zijn al heel veel tegels. Meer rolstoelspeeltjes stellen, want dan kunnen kinderen met een beperking ook samen met ons op een speeltoestel spelen. Want mijn zusje heeft ook een beperking en daarom kan ik nooit lang meespelen met andere kinderen in een speeltoestel. Als zij erbij is, want dan heeft zij niks te doen. Maar natuurlijk denkt Lotte ook aan andere mensen. Dat we meer samen kunnen doen met senioren. Want die zijn vaak eenzaam en dan kunnen we bijvoorbeeld een spelletjesmiddag. En zij vinden dat leuk, want dan kunnen ze samen met ons zijn. En dat is ook leuk voor ons. Voor burgemeester Bergman is het hebben van een kinderburgemeester een mooie connectie met de jongeren in de gemeente. Het heerlijke vind ik met de jonge mensen eigenlijk. Die zijn nog heel idealistisch over de wereld en we moeten zorgen voor elkaar. En wij zouden als volwassenen dat eigenlijk nog wel een beetje meer vast moeten houden eigenlijk. Want ze heeft haar ideeën nu ook verteld, die 3. En dan denk ik, wij kijken dan iets meer door de ogen van de kinderen. Dat vinden we ook belangrijk. Dus je leert meer van elkaars wereld. Ik denk dat dat heel nuttig is. Voor Lotte kan haar termijn als kinderburgemeester nu echt beginnen. Voor haar persoonlijk komt het hoogtepunt er al snel aan, want dat is natuurlijk de intocht van Sinterklaas. En wat maakt die zo leuk? Wat mag jij dan doen als kinderburgemeester? Dan mag ik het podium opkomen en Sinterklaas een handje geven. Mag ons nog een applausje voor. Opa's en oma's door heel het land konden dinsdagavond gratis eten in bepaalde restaurants. Het is een initiatief van Oma Soep om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Ook in Nijmegen deden restaurants mee om de week tegen eenzaamheid passend af te sluiten. Om meer aandacht te vragen voor eenzaamheid zijn er allerlei activiteiten georganiseerd tijdens de week tegen eenzaamheid. Zo ook in restaurant De Lindenberg, waar ouderen gratis uit eten konden. Jurre heeft daarom zijn buurvrouw Helene uitgenodigd om gezellig samen een hapje te eten. Nou, wij doen van deze actie omdat van ouderen die met elkaar contact willen en die wij met elkaar. Ik vind het wel sneu van oudere mensen die weinig contact hebben. Een enorme eer. Hè? Want ik weet dat Jurre dat. Die is altijd heel gezellig bij het eten. Dus daar ga ik voor. Hè, om even een stukje gezellige avondinvulling te hebben bij het eten. Anders zit ik er vaak alleen te eten natuurlijk. Dus. Restaurant Lindenberg doet mee aan deze actie omdat zij het belangrijk vinden om iedereen een plek te kunnen bieden. Nou ja, wij zijn cultuurhuis en wij vinden het belangrijk om alle leeftijdsgroepen aan te kunnen tippen. En natuurlijk zijn er mensen soms eenzaam en die willen we zeker hierbij betrekken, juist met dit soort acties. Helene merkt ook dat veel ouderen last hebben van eenzaamheid. Ja, dat is gewoon iets wat, denk ik, ontzettend belangrijk is. Dat er aandacht is voor de oudere mens en... Nou, ook het gegeven eenzaamheid is natuurlijk volksziekte nummer 1. Dus ook heel fijn dat daar aandacht aan besteed wordt. En het is... In het restaurant merkten ze maar al te goed dat dit soort acties van groot belang zijn. Ja, de telefoon die stond vandaag roodgloeiend. Niet alleen door jullie, maar ook door gasten die nog wilden reserveren. Maar we hebben maar op zich een klein keukentje, dus we konden niet te veel mensen toelaten. Maar in ieder geval een hoop oma's die wij blij kunnen maken, ja. Voor Jurre is het heel normaal om de oudere generatie overal bij te betrekken. Van elke mens, een soort leeftijd als Helene, wil ik heel graag respect omgaan. Dat wil ik echt heel graag, ja. Ja, dat raakt me. Dat vind ik gewoon heel erg lief en fijn om dat te horen van een jonger iemand. Dat maakt mij zo blij en ik... Ik moet er bijna van huilen, zo ontroerd. Ja, ik word een beetje in mij betrokken. Dus hij echt een goud hart heeft. Ja, dat heeft hij ook. Goed nieuws, het blijft de rest van de week droog. Althans, die kans is vrij groot. De donderdag staat in het teken van veel zon met af en toe wat wolkenvelden.
De temperatuur is daarbij vrij redelijk, bij zo'n 14 graden. Ook de dagen erna is de zon vaak te zien. Op de thermometer krijgen we er nog 1 graadje bij, waarna het een aantal dagen stabiel najaarsweer blijft bij 15 graden en dus veel zon. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 2 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan!